Hallo allemaal, goedenavond. Hoi, leuk dat jullie er allemaal zijn. Hebben jullie een fijne dag achter de rug? Vanmorgen met heel veel regen hier, maar vanmiddag lekker met de zon. Was dat bij jullie ook? Lekker nog even naar buiten gekund. Ik mocht vandaag een live weer doen en ik had echt tot en met vanmiddag geen idee wat ik wilde gaan doen. Ik kwam er op een of andere manier maar niet uit. Maar gelukkig op het allerlaatst viel me een idee naar binnen in mijn hoofd. En kan ik toch iets leuks, tenminste ik hoop dat het leuk wordt, want hoe het in mijn hoofd zit, dat is nog maar afwachten of dat in het echt ook leuk wordt. Maar wel af en toe zon, al fijn. Ik heb zelfs nu even een handdoek voor de ramen gehangen, omdat er ontzettende zon over mijn tafelblad scheen. Ik denk, nou, dat is niet heel prettig kijken, dus ik heb het even met een handdoekje provisorisch opgelost. Want we hebben hier op zolder geen vaste gordijnen, dus ik moest er even iets van maken. Oh, fijn op de kleinzoon gepast. Gezellig. Oh, ook de hele dag gewerkt. Ja, dan heb je met die regen gelukkig niks aan gemist. Maar nou goed, wat ik wil gaan doen is natuurlijk met Feelings of Freedom producten een scrapbookpagina gaan maken. We zijn pas geleden bij ons hier in Arnhem naar de Postbank geweest. En daar heb ik met de kinderen, die waren in de bomen aan het klimmen, leuke foto's kunnen maken. En die heb ik dan met mijn selfie printertje uitgeprint. En ik vond het wel grappig, omdat Quincy jas is donkerblauw. Dat zit natuurlijk in de collectie. En Vee haar jas heeft een beetje die oud roze tint die ook in de collectie zit. Dus ik dacht, nou, dat is misschien wel een leuke match om daar dan een scrapbookpagina mee te maken. En nou ja, zoals jullie zien heb ik vanmiddag lekker zitten stansen. Ik heb van allemaal restjes papier wat ik had liggen, heb ik allerlei randen uitgestanst. Dus de 4 randen uit de Lace Border Set heb ik willekeurig uit de restjes papier gestanst. En die wil ik graag gaan gebruiken. Dus deze Lace Border Set met de code JMAFOFCD515 heb ik dus veel gebruikt, veel uitgestanst. Van restpapier uit het grote scrappapier van 30,5 en 30,5. En uit de stukken van het paperpad. Van 20, nog wat. Weet ik even niet uit mijn hoofd. 20,3 keer 20,3. Dus deze. En het idee is, mijn scrapbook is zwart. En dat vond ik niet zo'n heel mooi contrast met deze kleuren. Dus ik heb even een oud scrappapier dat een witte achterkant heeft uitgesneden op bijna dezelfde maat als mijn pagina. En wat ik wil gaan doen met deze stukken is eigenlijk ze in een schuine lijn, heel zo overlappend, opplakken. En dat achteraf gezien is het ook wel fijn dat ik dat op een los vel kan doen, want dat gaat natuurlijk over de randen steken. En dan kan ik, als ik straks helemaal klaar ben, dat mooi wegknippen. Dat mooi weer een rechthoek is, een vierkant is. Maar op deze manier wil ik dat dus eigenlijk gaan gebruiken. En dan wil ik de foto's, 2 of 3, dat weet ik nog even niet, wil ik dan hier zo op dit gebiedje gaan gebruiken. En ik hoop dat dat leuk wordt. Maar in mijn hoofd wordt dat heel leuk. Wat denken jullie? Kan het wat worden? Geef niet door, Anne. Smakelijk eten. Allemaal eet smakelijk. Leuk. Nou, wat ik wil gaan doen is eerst op dit blad hieronder wil ik natuurlijk die foto's dan in dit gedeelte gaan gebruiken. Maar zo op alleen maar die witte achtergrond vind ik dan ook een beetje saai. Dus ik wilde eigenlijk gaan kijken of ik met, ik had de Saltwater Taffy inkt. Of Distress Spray is het eigenlijk. Die vind ik wel bij de collectie passen. En dan misschien met Vintage Foto en Faded Jeans. Kijken of ik hier een mooie vlek kan creëren. Als achtergrond. En dan misschien ook nog zelfs wel met de stencils het nog wat interessanter maken. Maar ik ga eerst maar even beginnen met dat. Met die basis zoals ik dat dan hoop dat het wordt. Ik bedenk me alleen. Ik vind het altijd fijn met mijn acrylblok. Maar die heb ik laten liggen hiernaast. Eén momentje. Ik heb hem niet goed opgeruimd, jongens. Dat is niet zo slim, want nou ben ik hem kwijt. Dus ik pak even een vel acetaat. Daar kwam het ook mee. En dan ga ik niet sprayen. Dan laat ik mijn flesje vallen. Overal inkt. Het begint wel goed, hè? Ik ben net begonnen. Dan ben ik alweer aan het knoeien. Even de vloer schoonmaken. Maar ik wou natuurlijk even schudden. Maar ik wilde niet... ja, kliederen. Daar ben ik wel goed in. En dan vooral overal waar ik het niet hebben wil. Maar ik dacht, als ik het nooit doe, dan word ik er ook niet beter in. Dus ik ga dat gewoon samen met jullie doen. Maar die moet je goed schudden. En dan wou ik eigenlijk gewoon, net als met de inktpad wat op het craft sheet doen. Je kan dat natuurlijk ook met een inktpad doen, maar deze kleur heb ik niet in een inktpad. Dus dan doen we dat even anders. En ik zie dat ik niet zo goed in beeld bezig ben, dus ik ga hem een beetje verschuiven. Zo. Een beetje water erbij. En dan ga ik dippen. En dan vooral in deze hoek. Je ziet, dat is een oud scrapvel. Want ik had geen groot wit scrapvel meer. Maar ik wilde wel graag een witte achtergrond. En deze gebruik ik toch niet graag. Dus kan ik hem mooi... voor iets anders gebruiken, de achterkant gebruiken. Even kijken. Nou heb ik nog niet zo'n mooie stille feun. Ik heb alleen nog maar zo'n embossing. Ik kan het stopcontact niet vinden. Dus ik moet even een beetje herrie maken af en toe tussendoor. Dus ik ga hem nu aanzetten. Als jullie de koptelefoon op hebben, dan ben je gewaarschuwd. Misschien kan dat wel, maar ik doe dat niet altijd, kleurgessel eronder. Omdat ik niet kleddernat werk, denk ik dat het niet per se nodig is. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik geen expert ben in het mixed media gebeuren. Dus het kan maar zo dat mensen die daar meer verstand van hebben dan ik, daar een hele andere mening over hebben. Ik ben echt van het ik doe maar wat en we zien wel wat er uitkomt. Ik zou nog een beetje meer van die roze kleur willen. Dus ik ga het nog een keertje doen. Nou, ik zie dat iemand al adviseert om het wel te doen, omdat het je papier zou beschermen. Ik denk dat als je het steeds tussendoor droogt en er niet overheen gaat wrijven en zo, dat het tegen rullen en zo, want ik denk dat je dat bedoelt met beschermen, dat het dan wel meevalt. Maar als je er ook nog overheen gaat wrijven en zo als het vochtig is, dan is het denk ik wel heel wijs om te doen. Ik denk dat ik toch nog ook een klein beetje vintage foto. Niet zoveel. Ga doen. Dus dat doe ik dan wel met de inkpad. De oxide heb ik. Beetje water. En dan daarmee kleine tipjes. Hier nog een klein beetje. Oké, het papier zuigt ook veel op, vertelt Linda. Ja, maar de kleur is nog wel zichtbaar. Als je het misschien heel intensief wil, is dat ook niet handig. Ik twijfel een beetje of ik hier ook nog blauw in zal doen. Omdat ik best wel veel blauw restpapier heb. Dus het blauw wordt straks in die stroken al aardig vertegenwoordigd. Dus ik denk dat ik misschien... Nee. Ik denk dat ik geen blauw hier ga doen. Misschien straks een paar stempels nog blauw is misschien leuk. Ja, dat zou nog kunnen. Ja, dat werd inderdaad gevraagd, Stefanie, of ik er geen gesso onder wilde doen. Ik had er gezegd, ja, misschien is dat wel verstandig, maar ik doe maar wat, want ik heb van Mixed Media nog niet zo heel veel kaas gegeten. Maar ik vind het wel gewoon leuk om te doen. Dus ik doe maar wat. En ja, daar echt professionele en goede antwoorden heb ik daar dus niet op. Maar er zijn mensen die daar iets meer ervaring hebben, begrijp ik. En die zeggen dat het beter is om je papier te beschermen met gesso. Ik denk, ik ga nog een paar spetters met deze maken. Hier. En die ga ik ook weer even drogen. Nee, daar was ik niet van plan om er verder met water overheen te gaan, Linda. Zo, dat heeft al een beetje kleur. En dan wil ik nou even een stencil. Ik ga een keer met dit stencil werken. Freedom. Heb ik nog niet zo heel veel meegewerkt. De JMA FOF mask 193. Maar daar zitten wel... Er zit in ieder geval die brug en die houtstructuur. Oeh, moet niet omvouwen. Maar ik denk dat ik iets met dat takje... Omdat natuurlijk, ja, in het bos, klimmen in de boom, is dat misschien wel grappig om erbij te gebruiken. Maar hoe ga ik dit doen? Ik denk dat ik hem zo uit de zijkant van de pagina laat komen. Even een brush en dan met de vintage foto ga ik dat doen. In de scrapbook nooit. Nee, maar gebruik je dan, Patricia, wel ook meer dan alleen maar papier en lijm? En wat is het? Deze vind je, dit stencil vind je dat de geweldigste van de hele lijn? Oh, grappig. Terwijl ik hem dan juist nog niet zo heel veel heb gepakt. Zo zie je hoeveel verschillende voorkeuren er zijn. Leuk is dat altijd. Als je het gewoon papier met het met gesso bewerkt. Ja, ik begrijp het op zich. Misschien de volgende keer ga ik het proberen. Zo, en dan wil ik er hier ook nog één. Vind ik wel leuk. Komt het van beide kanten er zo aan in. Oh ja, maar Stephanie, ik ben wel altijd in voor tips en om te leren natuurlijk. Ik kan altijd wel lekker eigenwijs mijn ding blijven doen. Maar ja, dingen uitproberen en ervaren of dat voor mij werkt is natuurlijk ook leuk. Dus ik vind ook superleuk dat er wel ja, tips en ervaringen van jullie kant komen. Waar ik weer lekker mee kan rommelen. Buikje weer vol. Goed zo, Anne. Dan kan je er weer tegen. Nou, die... zit erop. En ik wilde kijken of ik nog een klein beetje aan kon stempelen. En dan wel met de blauw. Dus subtiel, toch wat blauw. En dan misschien deze vlekjes, zeg maar. Even kijken hoor. Oh, trouwens, dit is de Enhancement Set. Ja, misschien weten jullie het inmiddels wel. Maar misschien kijken er ook mensen mee die hem nog niet kennen. Hele mooie stempelset met allerlei losse elementjes. En die wil je hem opzoeken in je hobbywinkel, dan is de code JMAFOFSTEMP423. Oh ja, hartstikke leuk is dat albums maken, zeker. En dan wilde ik deze eens proberen. Volgens mij heb ik hem zelfs nog niet één keer gebruikt. En nou baal ik er toch een beetje van dat ik niet weet waar ik mijn stempelblok heb gelaten. Maar ik heb hem vanmiddag nog gebruikt. Gelukkig heb ik hier nog wel die kleine. Want daar past die... Waar leg ik hem nou zo gauw? Oh hier. Daar past die ook op, gelukkig. Oh ja, heb je hem voor het eerst gebruikt? Hij is mooi hè? Vind ik ook. Zo, en dan alsof het ook een beetje blauwe spettertjes, zo her en der. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat. Zo, dan gaan we straks even netjes opruimen. Even apart. En dan even de krul eruit. Zo. Waar heb ik mijn foto's gelaten? Die moet ik nog even uitsnijden. Ja, ik pak ze ook heel veel, Eva. Je kunt eigenlijk overal waar je denkt van... Oh, daar mis ik nog iets op mijn projectje... een stempeltje en je hebt het opgelost. En dat is met dat setje wel heel goed te doen. Oh, Linda, dat is wel heel vervelend. Want die heb je een hoop nodig, hè, een lijmflesje. Nou, moet ergens zijn natuurlijk, maar waar? Ik wil in ieder geval die waar ze met z'n tweetjes op staan. In die boom. Grote lol was dat natuurlijk. In de boom klimmen. En dan een van Quin. En dan denk ik deze, dat Vee in de boom zit. Want hier valt Quincy gezicht een beetje achter de boom weg. Dan hoop ik dat ik ze er alle drie op kan krijgen. Want dat vind ik eigenlijk wel leuk. Met de lijm voetballen. Ze vinden alles leuk, hè? Om mee te spelen. Alles wat geen kattenspeelgoed is, is interessant, lijkt het wel eens. Die gaan we straks hier zo op een leuke manier. Ik weet nog niet precies hoe. Maar in ieder geval in die hoek. Dan ga ik nu maar proberen om zo goed als lukt zoveel mogelijk van deze stroken hier op te plakken. En dan mijn lijm, die is hier. Ah, kijk. Ja, Rianne is ook wel heel erg van de mixed media. Die weet daar ook veel meer van. En die kan dan ook wel echt de mooiste dingen maken natuurlijk. Zo. En het maakt uiteraard uit welke type papier je gebruikt inderdaad. Ik plak alles aan alleen het rechte randje vast. Dus ik probeer die kantenranden eigenlijk los te laten hangen. En die ga ik straks ook een beetje krullen. Dat het echt een beetje diepte krijgt. En dat je al die laagjes over elkaar goed kunt zien. En ik had alleen ook een... Deze, een paar uitgestanst. Alleen die zijn het mooist als daar een wat dikkere, zoals deze. Omdat je anders heel erg dat witte er doorheen ziet. En ik vind dit mooier. Dus als dit laagje komt, dan wil ik die dikkere eronder hebben. En dan moet ik even uitzoeken waar ik die allemaal had. Ik weet niet of die dik genoeg is, maar ik ga het gewoon proberen. Een konijn die paaseitjes heeft. Waarom komt hij daar nou bij om te doen? Dat hij dat lekker vindt. Ik probeerde even een beetje weer bij te lezen, want ik was net aan het zoeken in mijn stapelstandjes. En toen heb ik even niet opgelet wat jullie allemaal zeggen. Wel gezellig toch, zo'n beestje? Die tegen je praat. Heb je wel wat te lachen, toch? Dankjewel Patricia. En dat is ook een leuk idee inderdaad, met vellen nog ertussendoor. Dat had ook nog gekund inderdaad. Ik heb nu vooral echt restjes gepakt die er lagen. Al die strookjes die je dan over hebt. Op zich ook altijd wel leuk. Hier was ik een klein beetje scheef gegaan, maar ik had hem niet meteen weggegooid. Want kijk, hier kan die ook weer mooi. En over dat scheve randje komt straks toch weer een ander strookje. Dus was niet zo heel erg. Even kijken hoor, wel al die dierenstreken. Waar je even zien. Ja, ik weet dat inderdaad voor honden en katten kan chocolade dodelijk zijn. Ik weet niet of dat ook voor konijntjes is. Friet met mayonaise. Het zal wel een lekker... Ik stel me dan meteen zo'n hondje voor die eigenlijk een beetje uit zijn voegen groeit. Zo'n lekkere worstje, zo'n hotdog, zou ik maar zeggen. Eet zelfs sla. Gekke beesten, hè? Even kijken of ik nog een beetje zo'n bruin zitten heb. Ja, heel mooi hier. Ik vind het al wel leuk te worden. Zo'n beetje het idee met al die laagjes komt er wel tevoorschijn. Ik vind het al wel geinig. Oh, Yvette, maak er maar niet bang. Het is nou al gebeurd. Oh, dit is een blauwe. Of nee... Toch een roze. Ja, ik wilde een keer een roze kleur voorbij laten komen. Want ik heb al de beige tinten en blauw nu. Dan is het wel een keertje de beurt aan een strookje roze. Je krijgt er geen stress van. Gelukkig maar. Even zien. Neem niet weer bijsje. Even zien hoor. Ik moet even zoeken wat nou een leuk kleurtje zou zijn. Die vind ik eigenlijk te wit. Was dat, die ging over van heel licht naar blauw. Maar nu is die wel heel erg wit. Vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik ga voor deze. Oh, oh. Ben je van de voetbal? Kort. Wat is dit voor kleur? Bruin. En deze. En dan gaan we nog even verder met deze. Oh, ze beginnen te boren bij de buren. Ik hoop niet dat dat heel hoorbaar en lastig is voor jullie. Het is wel echt een goede timing 's avonds om lekker te gaan boren. als ik live ben. Even zien. Roze. Ik heb nog meer roze. Oh, fijn. Je hoort het maar heel zachtjes. Dat is fijn. Even zien. Het is net te kort, maar ik ga hem gewoon met een klein stukje oplossen. Dat dacht ik ook, Anne. Potverdorie. Het lef. Zal ik toch deze doen? Ja, doe het gewoon. Ertussendoor. Ik kan hem natuurlijk ook een beetje beïnkten. Dan wordt hij vanzelf wat blauwer, hè? Dat ga ik doen. Amen. Borsteltje van net. Kraftsheetje ligt hier, of mijn dingetje ligt hier nog. Ga ik hem iets blauwer maken zelf. Wat we niet hebben, dat maken we gewoon, toch? Oeh. Oh, ik zie hier nog één dingetje. Ja. Ik wil dit schoonmaken, anders ben ik straks zelf weer helemaal blauw. Ja, had wel gekund, maar ik vind het leuker als het iets blauwer is. Ik vond het net te wit, eigenlijk. Zo. Ik hoop maar dat ik genoeg heb om mooi tot aan daarboven uit te komen. We gaan het zien. Ja, inderdaad, Anne. Nou is dat bij mij nog niet zo, maar op beurzen worden de andere dames... Als ze praten al aangesproken van, hé, hey, jij bent, dat is bij mij nog niet. Maar dat hoorde ik van Sabine en Anita, dat dat wel eens gebeurt. Wel super grappig, toch? Ja, misschien wel, hè. Maar anders vind ik het ook niet zo heel erg, hoor, als dat niet gebeurt. Het is best wel gek, lijkt me dat. Even kijken, deze. Die. Ja. Dankjewel, Ingeborg. Ik hoop ook dat het leuk uitpakt. Ik ga nog even lekker verder. Ik vind die randstansen zo ontzettend leuk. En ik dacht, daar kan je vast heel veel mee. Dat lukt ook wel aardig. Hier moet nog tussen een langere cross. Oh, altijd. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. Als het, nou ja, dit is wel een experiment, maar bij mij mislukken soms dingen ook. Zeker wel. En die zeggen dan, dan heeft de prullenbak weer een... weer iets nieuws, zeg maar. Gaat echt niet altijd zoals ik het had gehoopt. Het is hoe heet dat nou? Scrabble-pagina. Dus ik heb leuke fotootjes van de kinderen die in de boom aan het klimmen waren op... bij een wandeling op de Postbank bij ons hier in Arnhem. En die vond ik heel leuk. En die wilde, daar wilde ik graag een pagina mee maken. En omdat de jassen van de kinderen zo leuk matchen in het, bij het papier. Het roze en de donkerblauwe kleur. Dat ik dacht, nou, daar gaan we een Feelings of Freedom pagina mee maken. Oh, dat kan zeker ook in een journal. Of misschien als je een album op de kaft. Lijkt het me ook mooi. Hoeft misschien niet zo schuin, maar dan zo recht of zo. Ik denk dat je kan er wel meer kanten mee op, inderdaad. Komt niet helemaal mooi uit, hè, met mijn strookjes. Misschien moet ik straks na de live nog het hoekje afmaken, maar voor het idee... zijn we al wel een heel eind, hè? Zo, was dit nu al hier? Ja. Ja, en ik heb lekker heel veel van mijn restjes weggewerkt. Dat is ook altijd leuk. Dan, die bewaar ik toch altijd wel. En dan hebben ze nou een mooie bestemming. Klein hoekje. Nu komt deze. Of de hoeken schuiven. Oh ja, dat kan sowieso. Ik kan er sowieso later nog wat strookjes bij maken als ik niet uitkom. Maar dan moet ik alles weer stansen. En dan dacht ik, dat ga ik niet doen, nu doen. Want dan zitten jullie allemaal te wachten. En als ik het dan snel wil doen, dan ga ik het waarschijnlijk ook nog verkeerd. Meisje kennende. Dus dat zou een beetje zonde zijn. Dus ik ga nou gewoon door totdat het op is. Maar ik kom misschien verder dan ik dacht. En, en als dat niet zo is, dan zien jullie het eindresultaat op de foto straks. Een stukje blauw nog. Die kan daar nog. Volgens mij ga ik het redden hoor. Want ik zit al in het hoekje. Even kijken. Deze nog hier zo. Ja. Zo. En ik heb hem allemaal lekker aan mijn tafel geplakt. Dan ga ik dat straks even bijknippen. Oh nee, dat mocht ik niet meer zeggen van Rianne, hè, bijknippen. Ja, het is goed gekomen. Even kijken naar mijn fotootjes. Zo half eronder. Wel grappig. En dan zo, denk ik. Dan kan ik ze mooi alle drie gebruiken. En dan heb ik ook nog, wat was het ook alweer? Fly. Waar heb ik nou die stans? Heb ik het weer niet netjes opgeruimd? Oh, hier. Ik heb ook nog Fly uitgestanst uit de Spread Your Wings stansen set. Daarvan is de code JMA FOF CD516. En dan Be Free, want ik vond dat wel leuk passen bij het bos. En ja, je voelt je toch altijd wel lekker vrij zo in de natuur. Nou, vrij genoeg in ieder geval mijn kinderen om in de boom te klimmen. Dus ik vond het wel grappig om die erbij te gebruiken. En daar heb ik de van ook weer een restje designpapier, zo'n beige kleur. En van de houtstructuur een restje heb ik dan die letters uitgestanst. En dan Be Free in een donkerdere kleur, dat die er goed uitspringt. Moet ik even spieken. Ja, of ik het nou aan de goede kant plak. Voor dit leuke 3D effect. Ik ben heel blij met die borders. Er zaten vaker borders natuurlijk in de collectie. Maar doordat dit heel erg kant heeft, vooral deze, die ken ik wel als echt kantje in de forniturenwinkel. En deze vind ik ook heel gaaf. Ja, ik vind hem gewoon eigenlijk de minst leuke, vind ik persoonlijk deze. Maar die is ook, dat is ook een beetje omdat die zo kwetsbaar is, denk ik. Maar de andere vind ik allemaal heel leuk. En ik vind die extra, die stippels en die, het stikrandje, de stipjes en de gaatjes ook super leuk. Je kunt er gewoon daar ook weer heel leuk mee spelen. Of je randen nog eens wat extra geven. Die moet ook nog ergens komen. Misschien hier. Of hier. Nou, ik ga eerst de foto's opplakken. Ik denk dat ik dat zo al wel geinig vind. Ja, die zijn heel leuk. Want ik vind de randjes stikken op de naaimachine ook heel leuk. Maar soms dan heb je of net niet het juiste kleurtje. Of je wil het niet zo. Je wil het iets subtieler hebben. Dan kan je natuurlijk hartstikke leuk met die stiksteek erop leggen en langs de randen een nepstiksteekje eigenlijk maken. Dat is ook leuk als het bij gewone stansen, hè, bij die vormen en zo, zo'n stikkerrandje zit. Vind ik ook altijd heel leuk. Kan allebei nog, hè? Nee, ik heb hem korter of kleiner gesneden, mijn scrapvel. Omdat mijn scrapboekje wat ik heb, die heeft een hele gekke maat. Volgens mij is die 23,5 bij 24,5. Alleen dat is een zwarte. En ik vond dat niet zo heel mooi bij deze collectie als ondergrond. Dus ik heb een witte gesneden en dan ietsjes kleiner. Dus 23 keer 24. Officieel horen, geloof ik, scrapboekpagina's wel op 30,5 keer 30,5. Maar ik doe met wat ik heb. Nou, even die stukken eraf knippen, die aan de achterkanten uit piepen. Gewoon langs mijn basis af. je meteen in de prullenbak. Hopla. Eens even kijken, want ik was aan het knippen en niet aan het opletten of jullie nog wat... Ja, hij is inderdaad kleiner. 23 keer 24. Oh, sorry. Ja, dat is met die vertraging, hè. Dan gaan soms de antwoorden en de vragen een beetje langs elkaar heen. Maar goed. Even kijken. Die wil ik hier of daar. En ik wil hem nog een beetje versieren met plaatjes uit het die-cut blokje. Superleuk blok. Dus daar zit vast ook wat bij wat we kunnen gebruiken. De code, als je deze zou willen opzoeken, is DCB van die-cut blokje nummer 41. Dankjewel! Leuk! Leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Ik ga hem nog even... Ik doe deze vast even op de fly plakken. Be free. Ik heb een vies bolletje aan mijn lijm zitten. En dan gaan we even puzzelen nog met de plaatjes. Denken jullie ook dat dit een goede plek is? Of zou ik hem toch hier doen? Hangt ook een beetje van af wat erbij... Nee, ik zie het al in het scherm. Daar. En dan nog wat erbij. Dankjewel. Dan heb ik zo zitten stoeien. Wat ga ik nou maken? Wat ga ik nou maken? En nou ja, kwam dit eruit. Normaal heb ik het altijd voorbereid en dan kan ik altijd laten zien. Dit ga ik maken, of, alleen dan een andere variant, maar dat was deze keer niet het geval. Ik heb ook maar een heel klein lijstje kunnen opsturen, omdat ik niet precies wist wat ik wilde gebruiken. Wat gaan we wel een beetje in de natuur blijven we zitten, hè? Geen deuren en ramen. Maar bloemen en blaadjes, denk ik. Ik heb hier nog wel die mooie grotere takjes, die roze. Die zijn misschien wel leuk om te gebruiken. En wel wat kwetsbaarder. Een beetje voorzichtig eruit halen. Dat we niet kapot maken. Die andere ook. Zo misschien. Zou deze brug ook leuk hieronder zijn? Zou ik hem eens erop leggen? Even kijken. Ik word er niet heel, heel blij van. Nou, die foto's hoeven niet, want die hebben we al. Die houtstronken kunnen misschien wel leuk zijn. Deze is denk ik te groot, maar we kunnen wel even eruit halen. Even kijken. Ja, zeker. De boekjes zijn zeker fijn als je niet goed kunt knippen. Je moet altijd nog wel de kleine puntjes afknippen. Tenminste, dat vind ik dat dat moet. Dat is ook persoonlijk natuurlijk. Maar dat is denk ik een stuk makkelijker dan echt... plaatjes uitknippen als je daar moeite mee hebt. Dan die grote blauwe bloem. Oh, haal ik dat hele cirkeltje eruit, dan wou ik niet. Wil je die kleinere liever? Ik dacht, ik ga toch die grote en dan afknippen op de rand en dan dat stukje weer elders terug laten komen. Vind je dat ook een leuk idee? Ik vond het wel een grappig idee om te doen. En dan op de boomstam donkere bloem. Want de donkere kleur van de jas van Quin, die komt nog niet zo heel veel terug. Dus vind ik dan wel leuk om met zo'n donkerblauwe bloem dat terug te laten komen. Nog een beetje groen misschien, deze takken. Het is wel grappig als ik zo aan jullie vraag, wat zullen we doen? Dan zeggen de meesten allemaal verschillende dingen. Dat is altijd leuk. Dan denk ik wel eens, als we nou allemaal een paar dingetjes hadden, allemaal hetzelfde, en daar dan bijvoorbeeld iets mee zouden moeten maken, hoe verschillende uitkomsten daar dan uit zouden komen. Je bedoelt deze lichte kleur, hè? Denk ik, Linda. Ik wilde inderdaad nog wel de randjes met de vintage foto bewerken. Of bedoelde je andere? Ja, grappig hè? Dat is leuk. Ik vind dat altijd heel leuk. Hoeveel verschillende ideeën er dan weer komen. En heel inspirerend dan. Van, oh ja, dat had ik er ook mee kunnen doen. Dat zijn dan dingen waar je zelf weer helemaal niet aan gedacht had. Maar misschien voor een volgende projectje wel weer kan toepassen. Er zit een heel klein beetje veel van op de rand aan. Dat vind ik niet zo mooi. Dat knip ik even weg. Ik ben nu alleen nog maar een beetje aan het hatsen flatsen. Dus ik kan ze straks allemaal nog inkten. Ja, kunnen we wel een keer doen. Dus inderdaad kijken wie er allemaal bijvoorbeeld zo'n die-cut blokje heeft. Of een paar producten hetzelfde heeft. En dan afspreken, we gaan die en die gebruiken. En daar dan... iets moeten we dan verzinnen. Dat is wel grappig. Ik doe wel mee. Zo. Ik denk dat ik zo een beetje ga beginnen. Hier moet misschien ook nog wat. Ja, hè? Dat bedoel, ja, oh, links en rechts, jongens, dat is echt schandalig. Daar ben ik echt zo slecht in. Ik weet het wel, maar dan moet ik eerst links, rechts en dan weet ik het. Ja, toch, Maaike? Het is altijd, ik vind het altijd heel bevredigend als je dan een goed plekje hebt voor je afvalrestjes. Word ik altijd wel blij van. Ik ga dat kleine dingetje hier nog gebruiken. En daar moet dan ook nog een bloemetje bij. Ja, hè, onderin. En ik zie dat iemand graag de libel wil. Dat kan ook nog. Die is ook leuk, hè. Zo even opzoeken. Ik weet niet waar die is gebleven. Zit vast de verkeerde kant op zijn bladeren, mij kennende. toch niet. Ja, dus. Ja, hier zitten de bijen en de vlinders. Graag gedaan Ingeborg en dankjewel. Leuk dat je er was. Ik heb hier alleen de kleine libel. Oh, hier is die grotere. Past die er nog bij? Ik ga het proberen. Gewoon erop leggen, dan zien we het vanzelf. Dit moet dan even anders. Ik weet het niet. Ik vind het niet zo heel mooi eigenlijk. Een bloem in de roze kleur. Ja. Dit is wat donkerder, hè? Maar kan natuurlijk wel. Zijn er nog meer roze? Hier is nog wat van dat roze. Of zal ik toch die donkerdere doen? Het is een beetje fletsig anders, hè? Al zijn deze vlinders ook wel mooi van kleur. Zal ik zo'n vlinder er nog bij doen. Hier zo. Is dat leuk? Donkerder past beter bij dat jasje, hè? Ik leg die erbij. Ik weet even alleen nog niet zo goed waar die moet. Even kijken. Dan gaan we eerst de... Waar is mijn... Vintage foto landertje hier. Gaan we eerst de plaatjes. Ik had nog niet overal de puntjes afgeknipt, zie ik. Graag gedaan, Patricia. Fijne avond nog. Geen libel, maar groene takjes die van. Oké, dat vind ik wel een goed idee. Zo, dat echt dat hoekje wat meer vulling krijgt. Kan ik wel, ja, kan ik wel inkomen. Dat hoekje is nog een klein beetje kaal, hè? Graag gedaan, Jolanda. En Mario ook. Fijne avond nog. Het uurtje is ook bijna om. Ik ga straks nog een beetje puzzelen. Maar ik heb al wel leuke tips gekregen om hem af te maken. Dankjewel Vera, een hoge wow-factor. Dat is leuk. En één met de foto's. Ja, ik snap hem. Blijf je kijken tot het eind. Gezellig. Zo, even kijken. En eigenlijk wil ik dat hier ook nog even doen. Kijkt ook alweer anders, denk ik. Leuk. Leuk dat jullie zo enthousiast zijn van mijn experiment. Het is altijd spannend of het dan leuk uitpakt. Want ik heb ook wel eens dat ik dan iets heb bedacht. En dan heb ik het gemaakt en denk ik, nou, dat was nou niet helemaal hoe ik het had bedacht. Dat heeft niet hetzelfde effect. Maar deze is wel geinig. Dan straks nog een klein beetje, voorzichtig. Klein beetje die laagjes omhoog duwen. Ik denk dat het dan helemaal tof wordt. Zo, oké. Dan ga ik hem even voorzichtig een beetje opplakken. Doe ik niet helemaal langs de randen, want dan kan ik nog dingen eronder schuiven. Graag gedaan, Anneke. Ga je er ook vandoor? Fijne avond. Nou, die bewaart nog even, dat andere stukje. Wat had ik hier nog meer? Die kleine, hè? Kleine tak. Ja, dat heb ik best vaak hiervan. Maar soms, hè, als je dan toch nog even doorzet en dingetjes gaat toevoegen, dan komt het toch weer goed, hè? Want ik heb ook een scrapvriendinnetje en die zegt dan, oh nee, gooi het maar weer weg. Die gooit eigenlijk heel snel dingen weg. Het is ook zonde. Soms als je juist even doorpakt of als je het project even aan de kant legt. Dat doet bij mij ook altijd wel goed. Dat je hem, dat je even of een ander projectje gaat doen of gewoon even er weg van loopt. En misschien de volgende dag er verder mee gaat. Dan komt het toch goed. Dus ook weer niet te snel opgeven. Oh ja, dan kan ik me voorstellen dat je het mist als het niet, even niet gaat, hè? Helemaal als je dan naar anderen gaat zitten kijken, dan ben je eigenlijk... Het is natuurlijk leuk hoor, de lives, maar misschien ook jezelf wel een beetje aan het kwellen als het niet lukt. Om het zelf te gaan doen. Of valt dat mee? Heb je daar niet zo'n last van? Deze hadden we daar bedacht. Zo, met de Fly Be Free eroverheen. En dit takje, die had ik volgens mij hier, hè? Volgens mij wel. Dit iets lager en die zo. Ja, dat is wel erg inderdaad, als je het flesje kwijt bent. Dat was toch door de kat? Dat was van jou, toch? Oh nee, jij had hem nog met de verhuizing niet gevonden. Dat was het. Het gaat deze keer beter, hè, met het meelezen. Ik had de vorige keer de live, was ik daarna gaan terugkijken. En toen zag ik dat ik heel veel reacties helemaal niet kon zien. Nu gaat dat gelukkig beter. Dat was heel suf. Ik dacht later, oh, de mensen zullen wel gedacht hebben. Had ik gevraagd, zal ik een papierblok eventjes doorbladeren? Willen jullie erin kijken? En niemand reageerde, leek het. Dus ik dacht, nee, er is geen interesse in. En later, toen was ik dus aan het teruglezen. En toen zag ik dat echt bijna iedereen zei, ja, graag. En dat was heel suf. Het leek denk ik net of ik er geen zin in had. Maar dat was niet zo. Even kijken. Dan hadden we die libel, maar dat gingen we even niet doen. maar wel de rode vlinder nog. En een takje, die had ik alleen nog niet. Ja. Even zien. Een takje die dan zo de hoek induikt. En ik vind eigenlijk die wel heel mooi. Zijn dat die, lijkt een beetje op een eucalyptusplantje. Zijn in het echt ook heel mooi, vind ik. Die hebben zo'n beetje zo'n witte waas over de blaadjes. Zo die qua vormpje. Het is een beetje te groot, maar dan knippen we gewoon een stuk af. Hop. Oh ja, dat is ook wel veel dat jullie lekker zitten te kletsen. Dat maakt het alleen wel een beetje moeilijk om de vragen die zeg maar wel over projectjes gaan ertussenuit te pikken. Dat vind ik nog heel lastig. Om dan te scannen van oh, dat gaat er wel over, dat niet. Maar goed, ik probeer dan terug te lezen, want ik vind het ook wel heel erg leuk dat jullie het gezellig hebben met elkaar. Daar ga ik niet over zitten mopperen. Ik hou van gezelligheid. En dan lees ik gewoon de reacties naar de hand terug. En als ik dan een vraagje gemist heb, dan kan ik hem alsnog beantwoorden. Leuk, dankjewel Angrina. Zeg ik het goed? Heel graag gedaan. Leuk dat het zo goed ontvangen wordt. Zo. Nou, wordt al heel leuk toch? Dan wil ik alleen nog even, maar hoe doe ik dat nou het beste? Die randjes een klein beetje zo opwippen. Dan krijgt het nog meer dat lage, die textuur. Dat lijkt me leuk. En als ik dat dan gedaan heb, dan denk ik dat ik daar heel blij mee ben. Dankjewel allemaal. Kijk, dat is wel grappig, hè? Kunnen jullie dat zien? Dat nog net even iets meer dan alles zo plat op de pagina. Ja, soms lukt het niet meteen daarna, want dan ga ik nog even de kindjes naar bed brengen. Of dan moet ik de aanrecht nog opruimen of zoiets. Dan wordt het iets later, maar ik lees altijd de reacties terug. Hoeveel het er ook zijn, want soms kan je daar ook bijna een uur mee bezig zijn. Maar jee, ik vind het altijd leuk om dan eventjes terug te zien of ik vragen gemist had. En als ik dan iemand kan helpen of kan reageren op een grapje, want soms heb ik ook een leuk grapje gemist. En dan vind ik het echt wel geestig wat iemand zei. Dan vind ik het altijd leuk om daar eventjes op te reageren. Nou, misschien is hier een snellere manier voor, maar ik heb hem nog niet ontdekt. Graag gedaan allemaal. Fijn dat jullie het een leuke live vonden. En misschien ja, inspiratie aan op hebben gedaan. Dat hoop ik natuurlijk altijd. Ik heb in ieder geval mijn leuke fotootjes verwerkt. Wat ik heel graag wilde. Dus het is een mooie win-win. Nou. Vinden jullie dat ook leuk zo, dat opgevloepte? Of zeg je van nee, ik zou hem toch plat gehouden hebben? Net even iets meer die laagjes erin komen. Hè? Van bovenaf ziet het er ook leuk uit. Kunnen jullie dat zien? Even kijken hoor. Vertraging. Maar niet zo heel goed. Maakt niet uit. Misschien kan ik het op de foto wel beter laten zien. En dan zie je heel veel hartjes. Kan je blij mee? Opgevloept. Oh ja, ik heb misschien weer een gek woord bedacht. Die staan dan alleen maar in het Joyce woordenboek hoor. Dat soort gekke dingen. Maar we weten wel daardoor wat we bedoelen. Oh, leuk. Marta, met een album voor je kleindochter. Of was het niet kleindochter? Zag ik dat wel? Ja, ja. Ja, leuk. Ik was pas jarig geweest en heb ik ook vandaag weer wat leuke spulletjes besteld. Want we gaan in juni... Hebben we voor gespaard naar Disneyland met de kinderen. En daar wil ik ook een album van maken. Dus wil ik, of, ja, natuurlijk gaan we foto's maken. En dan wil ik ook weer een keer een mooi album gaan maken. Dus daar heb ik mooi papier voor uitgezocht. Helemaal passend bij Disneyland. En dat heb ik lekker besteld. Dus als het goed is, komt dat binnenkort. Oh, ze woont helemaal ver weg. Wat jammer. Tenminste, jammer. Dat is natuurlijk hartstikke leuk daar te wonen. Maar ik denk dat het als oma ook wel eens jammer is. Want dan ja, zie je ze toch maar weinig, hè? Ja, leuk, hè? Ik heb er echt super veel zin in. De kinderen hadden 2 studiedagen achter elkaar op een maandag en op een dinsdag. Het is pas in juni, hoor. Ik moet nog even volhouden. Maar ik kan mijn album maar klaar hebben, hè? Voor de foto's er daarna in te doen. En dan kunnen we lekker 4 dagen... Super veel zin in. Oh, met beeldbellen. Ja, dat is mooi tegenwoordig. Hè? Dan kan dat allemaal. Dat is hartstikke fijn. Dat is al heel anders dan vroeger natuurlijk alleen maar aan de telefoon. Je kan elkaar echt zien. Nou, en dan komt hij hier op deze pagina. In mijn scrapboekje. Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ik vind hem wel gaaf. Moet hier nog iets in de hoek? Of zullen we het zo laten? Volgens mij hoeft dat niet echt, hè? Nee. Nee. Nou, dankjewel dames. Dit was mijn live. Tot op het allerlaatste nog iets leuks kunnen bedenken. En ik ben daar wel heel blij mee eigenlijk. Leuk dat jullie er allemaal waren. Ik wens jullie een hele fijne avond. En super fijn en bedankt dat jullie er met me meegekeken hebben en me mee hebben geholpen met kiezen. Ik vond het weer reuze gezellig. Tot de volgende keer. Doei doei!